Yo guys van Den Aden, welkom terug in Dark Souls 3 op mijn kanaal. Aflevering 5 vandaag en ik heb toch wel wat coole dingen. Ik zal even naar mijn inventory gaan en dan kan ik dus ook meteen mijn wapens laten zien. Op het moment heb ik deze twee wapens vast en zoals jullie zien heeft dit wapen, de broadsword, die heet inmiddels Raw Broadsword plus 1. En hij doet dus nu 166 physical damage. Ik heb hem een beetje geüpgrade met wat shards. En op het moment dat je het systeem begint te snappen qua upgrades en het infusen van wapens, dan krijg je dus dit voor elkaar. Ik heb het een beetje getest. Dit is dus ons eerste redelijk sterke zwaardje. En vervolgens heb ik die dan nog als backup voor als de andere kapot gaat. Nou goed, dat is allemaal oké. En voor de rest zie ik er gewoon nog redelijk hetzelfde uit. Heb ik dus eigenlijk alleen een sterke zwaard en een beetje wat souls gestopt in mijn HP. Dus ik heb net wat meer health. Wat we dus deze part gaan doen, jullie zien nog steeds de grote draak hangen. Er hangen redelijk wat messages in zijn buurt die te maken hebben met only if I had a ranged weapon. Dus mensen praten en die laten messages achter, want de game laat natuurlijk woorden voor jou achter waarmee je messages kan creëren om spoilers te voorkomen. Dus mensen die hebben wel geprobeerd te laten weten aan de andere spelers is dat als je dus een ranged weapon hebt, je wel iets kan proberen op hem. Dus wat ik ga proberen is onder hem terecht te komen en dan gewoon throwing knives naar zijn hoofd te gooien. Want die hebben dus hier staan. 19 throwing knives. Ik heb ook nog wat brandbommetjes. Dat kunnen we proberen. En zoals jullie zien heb ik 4 Estus flask inmiddels. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Ik heb er een Estus shard in gestopt. Dus we gaan eerst standaard deze mannen killen en daarna ga ik dus aandacht besteden aan de draak. En daar dus ook de loot voor zijn neus weghalen. Want op het moment dat je de draak weggelokt krijgt, heb je dus ook meer kans om al die loot daar te verzamelen. Want er ligt redelijk wat loot. Maar ik doe dus nu een stuk meer damage met dit wapen, waar ik heel blij mee ben. Sick, wat heeft hij bij zich? Nou, extra throwing knives, cool. Zo, hè. Die is neer. Dan heb ik in ieder geval nog 2 Estus flags. Dit soort mannetjes zijn altijd klootzakken, dus ik ben in ieder geval blij dat die neer is. Sterf jij ook maar. Alright. En misschien wel een leuke fun fact, nu het me opvalt dat ik zo'n gastje kill. Dit heb ik gehoord van Rainier en die dus best wel bijna, hoe moet je het zeggen, geobsedeerd is geworden met de Dark Souls serie sinds hij Dark Souls 2 heeft aangeraakt. Hij vertelde me dus dat deze mannen, die hier gewoon eigenlijk zitten te bidden, in de vorige game de Chosen Undead heten. En dat heeft er dus mee te maken met het feit dat dat dus eigenlijk mannen zijn die de moed hebben opgegeven. Die gewoon zo vaak zijn gestorven en niet meer willen vechten dat ze het gewoon hebben opgegeven en gewoon zich hebben aangesloten bij de undead en dan gewoon zijn gaan chillen. Nou, dit is dus de update. Ik heb deze deur open gekregen door oh jee. Eventjes omhoog. Die chest komen we later op terug. Ik heb dit open gekregen door langs die draakse vlammen te rennen. En dan dus deze deur te openen. Dan kan deze open en kan deze vanaf de andere kant geopend worden. Dus dat heb ik nu een kleine shortcut gecreëerd. Maar eigenlijk moet de draak zijn werk even doen. Ja, hij doet zijn werk. Dankjewel, draak. Kijk de achtergrond, die man. Auw. Ah, vuur. Ah. Oh. Hou eens op met vuur spuwen, man. Hoe dan ook, Ember opgepakt, waar ik al heel blij mee ben. En wat ik dus ook heb gedaan, ik heb hier ook iets nog opgepakt dat heette Chub. Ik weet niet wat het is, of dat een wapen is.
Millbreaker. Ja, zie je? Chub. Of club, zie je? Ik had dus gewoon chub gelezen door de snelheid. Is op zich ook wel grappig, een knuppel. Dat is de knuppel van de deprived mannen. Hop, sta op. Claymore, fuck it. En een Estus Flex in mijn keelpijp. Alright, we gaan even kijken of ik daadwerkelijk heb opgepakt. Hebben we de Claymore nou opgepakt? Claymore. Ja, op zich wel opgepakt. Oh, daar is in ieder geval een enemy. Kijk, ze allemaal sterven, die man. Ongelooflijk. Nou, wij gaan lekker weg hier. Ik ben er alweer klaar mee. We hebben dus alle loot hier weggeraapt. Oh nee, daar is nog loot. Zo. Alright, dit hebben we gefixt. Het enige wat ik nog even ga proberen is het slokje koffie naar binnen te werken en dan dus met throwing knives. Oh. Bijvoorbeeld hem te raken of iets dergelijks. We hebben nu de meeste dingen opgepakt. Ja, je kan alleen niet... Ja, je kan niet op hem gooien. Ik heb nog geen pijlenboog, dus dit gaat niet werken. Oké, laten we iets anders proberen. En dat is dit, jongens. Een chest. Maar deze chest is een beetje een weirdo. Hij ziet er anders uit als andere chests. En ik ben hiervoor gewaarschuwd. Niet alleen door de bloodstains. Maar ook door tipjes van andere dingen. Kijk, what the fuck. En het wordt opgepakt door een boss, lijkt wel. Ja, en er staat er één willekeurige chest. Ik denk dat het hiermee te maken heeft. En inderdaad, what the fuck man, no. Oké, hij valt volgens mij wel mee, of niet? Holy shit, dit is zo raar. Dit is gewoon een chest. Een chest die me heel hard wil slaan. Wat halen we eruit? Pick-up item. Een deep battle axe. Dus waarschijnlijk dus gewoon een two-handed. Fucking vet ook. Je verwacht hier zoveel secrets, maar niets is minder waar. Nou goed. Dat is dus gewoon gelukt en we hebben er een deep battle axe van gekregen, waar ik best wel blij mee ben. We gaan dus nu even naar de bonfire en de andere challenge aannemen. Dat is dus verder gaan waar we eigenlijk de vorige part zijn gestopt en dat is verder gaan met de missie. Zo, nou heb ik mijn Estus Flex weer terug. Alright, nou hier sneaken we lekker langs als een close feel. Allebei die mannen zijn neer. Nou, laten we het proberen, jongens. Volgens mij is dit de eerste keer dat we in een aflevering nu naar deze plek gaan. Het
het valt me op. Ik zal even omhoog lopen. Het valt me op dat je hier ook kan zijn. Dit is ook wel een secret plekje volgens mij. Nou goed, we zullen het zien. Kan ik ook sneller naar beneden? Dat lijkt het niet op, hè? Oh, jawel, rondje. Oké, duidelijk. Hele enge man. Wow! Kijk even dit soort gasten. Wat staat er achter hem? Charging required ahead. We zullen het zien. We zullen het gaan zien allemaal. Oh, hij loopt inderdaad een pittige bos daar, hè, jongens. Eventjes afstand nemen. Amber. Awesome. Zullen we hem gewoon een keer proberen? Gewoon lekker YOLO'en. Waarom niet, jongens? Let's do this. Oh, dit kan ik wel. Behalve als ik vast zit. Ja, maar dat is niet eerlijk. Ik zat vast hier. Nou, we kunnen dit wel. We kunnen dit makkelijk. Ik ga mijn souls terughalen. Ik zat vast. Wat een pech. Auw, auw, auw. Oké, beetje afstand bewaren. Terug naar de Estus. Alright. Auw, 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 what the fuck, hé. En hij is neer. Beetje Estus flash. Toppie. Hebben we iets gekregen van hem? Nee, alleen pittig wat souls. Dit was gewoon een optionele boss. Ik ben trouwens gek dat ik mijn souls niet eerst heb gepakt. Wat een mafketel ben ik. Ik was dat alweer vergeten. We hebben een nieuw wapentje gefixt. We gaan even kijken wat het is. De Raper. Nee, zo heet hij niet. Het is niet zo heel goed qua physical. Zeker als je kijkt naar mijn eigen physical nu. Misschien is dat ook wel de reden waarom deze boss op zich wel prima ging. Laten we even verder koekeloeren. Want dit is wel vet als het natuurlijk zo goed gaat. Nog meer Amber. Dus dat kunnen we binnenkort ook maar gaan gebruiken. Laat ik dat ook maar even instellen bij mijn equipment. Gewoon een Amber erbij instellen. Zo. Ik kan er in ieder geval al eentje gebruiken. Aangezien ik er weer 4 heb. Hoppakee, Amber Restored. Dit vind ik vet, want met dit gaan we op zoek naar de nieuwe bonfire. Maar allereerst dit even helemaal doorzoeken en koekeloeren. Ik zie heel veel mannen dood. Was dat nou echt zo'n pittige boss? Konden jullie dit allemaal niet? Sukkels. Eerst even kijken hoor. Wow. Zo, we zitten alweer op 4500. Dat is lekker natuurlijk. Dit soort muurtjes, dan lijkt het altijd op het... hoe heet dat? Op een secret wall of zo die wegspant. Kijk even al die dingen daar op de grond. Daar lopen mannen met schilden. Dat valt op zich allemaal nog wel mee.
Nou, ze zijn wel irritant, mannetjes met schilden. Maar daar gaan we ook nog niet heen. We gaan wel even deze loot wegpikken. Wat is dit dan? Touch summon sign. Je kan dan iemand summonen. Maar laten we kijken. Hoe gaat iemand dood hier? Up, vechten tegen iemand. En neer. Ja. Cool, extra souls. Wow, daar lopen de echt boze schildmannen. En dit is denk ik het hoofdkasteel van deze hele area. Maar we gaan daar nog niet heen. Voordat we erheen gaan, gaan we eerst even deze trap checken. We hebben dit dan nu gecleared, laten we hier even gaan kijken. Wat hebben we hier? Oh, nice. Daar kun je pittig veel souls mee summonen. Oh, oeps. Dit was fout, maar het gaat nog goed. Ja. Dit gaat heel soepel. Nog een keer. Ring of Sacrifice. Zullen we even kijken wat die ring doet dan? Bij de inventory. En dan kijken we wat voor ringen we hebben. Wat doet die ring? Lose nothing upon that but ring breaks. Oh, oké. Okay. Grappig. Nou, ik zeg grappig, maar het is gewoon heel handig. Oké, okay, nou gaan we kijken wat er gebeurt als we hier echt doorgaan. Een enemietje. Jezus. Een enemietje. Zo, dat waren de pittig wat. Laten we kijken naar de loot die we hier aantreffen. Green Blossom, dat geeft volgens mij extra stamina. Oftewel conditie. Een conditieboostje als je dat inneemt. We kunnen het wel even testen. Oh nee, ik heb het niet ingesteld op een sneltoets. Maakt ook niet uit. En waar gaat dit heen? Time for rolling. Oh. Waarschijnlijk dit. Hoezo time for rolling? Ik snap het niet helemaal. Het leek echt op een secret area, maar het was er niet. Throwing knives. En volgens mij... Dit kan nooit een nieuwe area zijn. Of wel? Die kun je beter snel neerhalen, want als ze eenmaal die bijl laten swingen, ben je vaak de lul. Volgens mij is dit gewoon een... Wat is het? Ja, een shortcut. Ja, want dit is waar de game begint, officieel. Daarboven is je eerste bonfire. Of tenminste, de game begint waar de area begint. Wow, opeens spannende beesten en shit. Ik kan beter gewoon weggaan hier.
En soultjes terughalen en go. What the fuck? Oké, even drinken en dan gaan we dat verslaan. Dus ik heb in ieder geval mijn souls terug. Dan gaan we nu naar deze bonfire toe. Dit is helemaal gestoord, man. Dan hebben we hier weer een checkpoint en dan gaan we wel weer verder. Want er zijn hier ook nog wat dingen te fixen. Ik wil namelijk alles doen in één area, wat logisch is. Volg je of Nee, zie je, ik kan toch wel de bonfire doen. Kom op nou. Alright, die zijn gefixt. Kom maar op. Top, dit is ook wel awesome. Nou gaan we dus zo snel mogelijk eventjes die verzamelen. Weer op de helft nu. Kijk, het is gewoon, je moet afwachten gewoon tot hij aanvalt en dan moet je rollen. Waardoor je dus altijd dit soort goede dingen vrij speelt. Dat speel je dus telkens bij dit soort enemies. Waar er zo'n monster uitkomt, dan speel je de beste materials mee vrij. Dus daar ben ik wel achter gekomen. Dat is toch wel heel fijn. En hier vind ik dus gewoon een boog. Waarmee we dus ook weer de draak kunnen wegjagen. En als we de draak wegjagen, dan krijgen we als het goed is ook weer wat. Want dat zijn gewoon allemaal accomplishments die gewoon best wel, ja, moeilijk zijn, over het algemeen dan. En om dat te behalen, ja, daar word je gewoon voor beloond. Dat is tof. Dus ik heb in ieder geval mijn souls terug. Wat staat hierbij? Tough enemy ahead. Nou ja, die hebben we in ieder geval neer. En nou gaan we dus proberen te kijken wat ik nog meer kan vrijspelen. We gaan sowieso even de boog instellen. Kijk, mijn arrows heb ik nu wel. Nu moet ik even kijken alleen bij het wapen. Zo ja. En als het goed is bij equipment, kan die er wel even uit. Zo, dan heb ik alleen de boog vast. Zie je, boog en zwaard. Maar hoe werkt dit? We kunnen het op zijn minst testen, hè, op zo'n een. Oké, we hebben het dus nu even getest. Die pijlen kunnen we trouwens ook gewoon kopen. Oké, nou tot nu toe gaat het toch wel redelijk goed. En wat dus het tof is, dat is nog het laatste wat ik doe deze part. Daarna gaan we in de volgende aflevering verder. Met zeg maar, eerst even deze neerhalen hoor. Met die draak op afstand even beschieten met de boog.
Nou. Sukkel. Kijk, zie je, daar hebben we dus ook nog loot. En daarmee kan je als het goed is je wel naar beneden laten vallen vanaf dit punt. Oh jee, er komen 3 man aan. Hey, en neer. Wie gooide die fucking bommen? Nou, hoe dan ook. Souls verzamelen? Dus let's go. We hebben hier de checkpoint. Daar ben ik mijn souls kwijtgeraakt. Dus we hoeven niet heel ver. Gaat goed komen, jongens. Twee in één, nice. En roll. Oh jammer, ik rolde tegen hem aan, waardoor het dus niet zo goed werkte. Nou, laat ik dan ook maar meteen zo eentje nemen. Dan is mijn held in ieder geval weer een beetje aangevuld. Wat geeft er aan, be wary? Oh ja, dat werd inderdaad gedaan. Ik werd van bovenaf gehit. Laten we de souls verzamelen. Hem neerhalen en hij was dit aan het doen. Let op. Jij was het volgens mij. Hey! Nou, weer een Estus Flask dan. Godverdomme gast. Ze zijn zo snel allemaal. Binoculars? Wat? Hebben we een verrekijker? Hoezo? Nou goed. Dat hebben we dus nu gefixt. En hier hebben we dan nog een paar gekke mannen. Jij. Zo. Nou, ik vind het redelijk goed gaan, guys. Want we hebben hier nog extra loot dan. Oh, hij heeft gewoon een schild bij zich. Dat hoef ik niet per definitie. Maar oké. Okay. We kunnen het altijd nog verkopen. En hier kun je dan, als het goed is, dit doen. En dan hebben we dit. Gold Pine Resin. Geen idee wat het is, wat ik ermee kan. Dus ja, redelijk wat secrets opgelost. Kijk die mannen staan. Hoi. Alleen we kunnen elkaar niet bereiken omdat er een hekje tussen zit. We gaan lekker naar de dragon toe. Maar dat gaan we de volgende part doen. Dus volgende part wordt dragon beschieten met de boog. Die we dus hier zo vast hebben. We hebben daar 10 pijltjes voor. En daarna gaan we dus aan de slag met de eindbaas van deze hele area. Dat zal wel heel erg lastig gaan worden. Maar ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken. Ik hoop dat jullie het cool vonden. En tot de volgende aflevering, jongens. Later.